Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl We gaan het weekend weer doornemen. De computeranimatie voor de komende twee dagen laat zien dat het een behoorlijk wisselvallig weertype is. Als we hem in aan beweging zetten, zien we eerst in de nacht naar zaterdag een regengebied over het noorden van het land trekken. Vervolgens een afwisseling van enkele storingen, maar ook tussendoor opklaringen waarin de zon kan schijnen. Op dit moment is het plaatje als volgt. Dit is de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag. De meeste bewolking zien we in het oosten en zuiden van het land. In het noordwesten wat meer opklaringen en die breiden zich geleidelijk over het land uit. De witste wolkenplukken die we zien in het oosten en zuiden, dat zijn buien. Dat kunnen we ook zien als we de radarbeelden erbij pakken. De meeste buien komen op dit moment dus nog vooral in het oosten en zuiden van het land voor. Geleidelijk aan wordt het steeds vaker droog vanuit het westen. Helemaal droog nog niet. Dat gebeurt vroeg in de avond. Maar later op de avond dan gaat de bewolking geleidelijk aan weer toenemen. En in de nacht vooral dan volgt de regen die over het westen, midden en noorden van het land gaat trekken. De minimumtemperatuur daarbij ligt nogal hoog: 16 of 17 graden, veel kouder wordt het niet. En er waait ook nog eens een stevige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5. Morgen vroeg dan trekt de regen weg en dan breekt van tijd tot tijd de zon door. Maar al vrij snel komen er ook weer een paar buien tot ontwikkeling. Die buien die verplaatsen zich langzaam wat meer naar het binnenland. En vooral in het oosten en zuidoosten zou er wel eens een klap onweer bij kunnen zitten. De wind is iets afgezwakt ten opzichte van vandaag. Windkracht 3 tot 5. De 5 echt nog langs de westkust. Verder in het binnenland is het wat minder. Tot 20 tot 24 graden. In de namiddag en avond dan komen de vanuit het noordwesten wat felleren buien die over het land gaan trekken en daar is de kans op onweer ook wat groter bij. Dan dragen we daarna op de zondag trekken er ook overdag weer een paar buien over het land. Tussendoor schijnt af en toe de zon, maar we zien ook vrij veel wolken in het weerbeeld. Er is even wat warmere lucht binnengestroomd. Het wordt 20 tot 24 graden. Op maandag een weer wat lagere temperatuur. Buienkans is ook wat kleiner, iets meer ruimte voor zon, maar toch 20 tot 24 graden, de hoogste temperaturen in Limburg. Dinsdag gemiddelde graad of 23 met opnieuw verspreid een paar buien, maar ook wel wat zonnige momenten. Ja, en dat wisselvallige weer dat houden we eigenlijk voorlopig gewoon vast. Begin volgende week iets hogere temperaturen met name op de woensdag en donderdag. Dan zou het in het binnenland wel eens 25 graden kunnen worden, maar daarna langzaam toch een iets dalende de temperatuur, maar je ziet ook een marge in die temperatuurband met name naar de hoge kant toe. Dus het zou ook zomaar wel eens wat warmer kunnen worden. Maar dat hangt er vanaf of we net aan de koele of aan de warme kant van een scheidingslijn tussen de oceaanlucht en continentale lucht komen te zitten. Ja, en op die scheidingslijn, daar bevinden zich vaak ook de wolken en de buien. En dat zien we ook terug in de neerslagverwachting voor de komende 15 dagen. Want eigenlijk elke dag is er wel kans op buien. De maandag springt er dan in dit geval de komende maandag uit als zijnde de dag met de minste buien, maar ja, in de loop van volgende week zien we toch wel weer duidelijk hogere pieken terugkomen, en dat kunnen dan ook wel weer eens onweersbuien zijn. In ieder geval een fijn weekend gewenst. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.